ons rug, dat heuvelig land, woont een meisje aan wie ik mijn hart heb verpand. Ze is aardig en ze leeft met haar moeder alleen. Ik wil zo graag met haar uit, maar ik durf er niet heen. Annie, o meisje, wil jij met me mee? We gaan naar de kiosk, gezellig wij twee. Daarna nog wat drinken en ik breng je dan vlug als een echte aanbidder bij je moeder. Maar vandaag schijnt de zon, want ik heb haar gevraagd toen ik eerst voor haar moeder wat hout had gezaagd. En ik bracht haar naar binnen en ze keek mij toen aan. Door haar helblauwe kijkers ben ik ten gronde gegaan. Annie, o meisje, wil jij met me mee? We gaan naar de bios, gezellig bij twee. Daarna nog wat drinken en ik breng je dan vlug als een echte aanbidder bij je moeder terug. In een huis op de Hondsrug met heuvels en hei woon ik nu met mijn Annie en mijn kinderen erbij. Laatst voor het haatvuur had ze mijn hand vast en plaagd. Weet je nog wat je toen voor het eerst hebt gevraagd? Annie, o meisje, wil jij met me mee? We gaan naar de bios, gezellig bij twee. Daarna nog wat drinken en ik breng je dan terug als een echte aanbidder bij je moeder. O meisje, wil jij met me mee? We gaan naar de bios, gezellig bij twee. Daarna nog wat drinken en ik breng je dan vlug als een echte aanbidder bij je moeder terug. Als een echte aanbidder bij je moeder terug.